Suriname is nationaal en internationaal flink gewaarschuwd om iets te doen aan de problemen in het onderwijs gebeuren. Dit stelde onderwijsminister Henry Ory eerder tijdens een congres voor vernieuwingen binnen de 10-jarige basiseducatie in het Lalaroek-gebouw. De bewindsman stelt dat de heterogene samenstelling van de bevolking een rol speelt in het proces om veranderingen te brengen in het onderwijsproces. Wij hebben dus goed over nagedacht wat er precies aan de hand is met onze kinderen gedurende het typische aantal jaren. We hebben typisch twee kenmerken. Dat is veel blijven zitters. Mensen die dus klassen overdoen. En het tweede punt is uitvallen van jonge kinderen. En dat zijn twee zaken waar wij in de regio een beetje opvallen. En we gaan steeds meer in CARICOM-verband werken. En nog belangrijk is dat wij ons te houden hebben aan de UN-afspraken, United Nations, dat wij aan Sustainable Development Goal 4, wat wil zeggen de duurzame doelstellingen, met name 4 is voor kwaliteitsonderwijs, aandacht moeten besteden. Dus we zijn flink gewaarschuwd. Ory benadrukt dat je als leerkracht na moet gaan hoe je de aandacht moet gaan verschuiven van leerstofgerichte oriëntatie naar meer studentgerichte individuele benadering. Hij stelt dat het belangrijk is dat iedereen gaat snappen waarom er onderwijsvernieuwingen worden doorgevoerd.